Het seks, drugs, rock'n'roll, maar wat blijft, dat is de blues. De 50s en de 60s, maar dan wel instrumentaal. Dus ga er maar voor zitten, want het wordt fenomenaal. De Shadows en de Yardbirds, ja, geniet van dit moment. Graag uw applaus voor Harry en zijn oude lullenband. Harry's ouwe lullenband. Dankjewel. Dankjewel, Agnes. Welkom allemaal bij de Vlaardingse Glory Live vanuit Muziekcafé De Hommel. Het muziekprogramma over en met Vlaardingse artiesten. Mijn naam is Katja da Silva en mag ik een heel groot applaus voor mijn medepresentator Frank Straatman. Dankjewel Katja. En Katja, dames en heren, een mega applaus voor Katja da Silva. Jij ook bedankt Frank. En we hebben vanavond een waanzinnige band voor u. Ze hebben al vaker in De Hommel opgetreden. Dit is dus alles behalve onbekend terrein voor hun. Mag ik een heel groot en warm applaus voor de Harry's Ouwe Lullenband met Shadouki van de Shadows.
Dankjewel. Harry's oude lullenband. Ja. En mogen we de eerste twee naar hier vragen? En volgens mij zijn dat Harry en Auke. Willen jullie naar ons toe komen? Dan gaan we even kletsen. Harry, Auke, moet je niet blijven zitten. Naar me toe komen. Hebben jullie drinken? Ja? Ja, we gaan de mannen even aan de tand voelen. Wat wil jij drinken trouwens? Een cola. 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 Mogen wij twee cola alsjeblieft? Want we hebben ook nog niks. Oh, je hebt gewoon al meteen je platen meegenomen. Ja. En jouw rood wijntje en witte thee, die komt er denk ik ook zo aan. En zo. We zitten hier dus aan tafel met Harry's oude lullenband. En jullie hebben opgetreden in de Lijndraaier in Vlaardingen. Jullie stonden op de eerste editie van Hommelblues. En in december 2013 speelden jullie ook op het legendarische paviljoen Houtrust in Den Haag. Klopt. Dat is allemaal nogal wat. Ja, maar wat is Hommelblues? Ja, wacht ja, even. Zeker, voor ons. Ja, maar wat is Hommelblues? Ik gok dat dat iets hiermee te maken heeft. Dat heeft met de hommel te maken? Het is in Vlaardingen. Ik denk, misschien ken jij het, Frank. Met blues te maken natuurlijk. Voorheen hadden we in Vlaardingen natuurlijk altijd een bluesfestival en een akoestische bluesroute. Maar vanwege bezuinigingen en geen sponsoring meer krijgen, hebben we besloten om in de Hommel één keer per jaar een bluesfestivaletje heel kleinschalig te doen. En dat is Hommelblues geworden. Oké, oh wat grappig. In de Hommel dus. Dat wist ik dus nog niet. Hier, gezellig. Ik heb even een vraagje. Ah, kijk, dat is nou een witte thee. Dat is een witte thee. En die rode wijn komt eraan. Maar Harry's oude lullenband. Nou, Harry, dat ben jij. Ja. Dat betekent, de band is genoemd naar jou. En... Ja, maar ik heb nog steeds een andere band. Dat heet dan Harry's... Green is Clearwater Band. Ja. Maar ja, we moesten toch wat verzinnen. Ja. Dus ik denk van, we zijn allemaal bijna 65. Maar Harry's Oude Lullenband, hoe lang bestaat Harry's Oude Lullenband nu precies? Ongeveer. 2011 zijn we begonnen, geloof ik, hè, hoor. Dat wel, ja. Oké, ja, dat is nog niet extreem lang. En dan hoor ik wat jullie al gedaan hebben, dat is al een flinke rij. Dat is hartstikke leuk. Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Hoe vindt Harry Auke, Auke Harry, hoe is het gegaan? Ik ken Auke al 40 jaar. Ja, zonderhand wel, denk ik. Vanaf toen we een jaar of 17 waren. Ja. En hoezo? Want jij komt je komt niet uit Vlaardingen. Nou, toen woonde ik wel in Vlaardingen, ja. Oké. Ja. Nou, dan de drummer, dat is mijn oude buurjongen van de Van in Scholtenstraat. Die ken ik ook al meer dan 40 jaar. Ja. En Charles, En Charles is nog steeds een leerling van me. Ja. Oh, Charles is een leerling van je. Nog steeds zelfs. Ja, nog steeds. En hij kan het al zo goed. Hij moet gewoon beter worden. Hij moet steeds beter worden. Okay. Maar ja, we gaan ook steeds moeilijkere nummers doen. Hè? Dus steeds bijgeschoold worden. Ja. Want over jullie nummers. Je noemde het worden steeds moeilijkere nummers. Dus er komen steeds meer nieuwe nummers bij eigenlijk bij jullie. Maar, waar halen jullie ze vandaan? Wat? Ja, nou ja, kijk, onder andere Sid en de Maskers. Maar ook van John Mayall en de Bluesbreakers. En voor mij even, want dit is dit niet... zijn LP's, dat, langspeelplaten. Tegenwoordig is dat live muziek, heb ik begrepen. Sinds het Rosenberg trio heb ik geleerd dat ik Katje af en toe moet opvoeden. Ja. En de Yardbirds en natuurlijk de Shadows. Hè. Met de Shadows is het eigenlijk begonnen. Daar is het begonnen, dat is de... Daar zijn jullie wel echt fan van, hè? De Yardbirds, van ons Jeff Beck. Ja. Hier halen jullie het vandaan, hier zijn jullie begonnen. Maar waar ik altijd benieuwd naar ben, jullie selecteren nu nog steeds nummers uit. Hoe gaat het? Jullie zijn met z'n vieren. Draag jij ze aan? Of is het met een groep? Nee, dat doen we met z'n allen. Echt met z'n allen? Ja. Okay. Iedere keer komt iemand anders met een nummer en zegt van... Nou, dat ben ik tegengekomen op mijn LP. Of cd's, toch? Hè? Nou ja, af en toe dan kom je nog wel eens een keer in een cd-winkel een oude bands tegen. En dan... Ja. Neem ik ook wel eens een cd'tje mee. En er staat dan soms weer wat op wat we kunnen gaan spelen. Ik ben altijd even benieuwd. Dat is iets wat ik eigenlijk iedereen tot nu toe vraag. Wat is de laatste cd of LP die je gedraaid hebt? Dat vraag ik even aan jullie allebei apart. Auke, wat de laatste die jij nu op hebt gezet? Die ik van de week opgezet heb, dat is Elvis Sings the Blues. En jij, Harry? Ik gisteren. Ja, Insulinde Orkest. Welk orkest? Insulinde Orkest. Oké. Dat is de... gelieerd aan de kerk. Ja, oké. Okay. Christelijk orkest, dus instrumentaal muziek. En daar hebben we een DVD van gemaakt. Ja. En die draait nog af en toe wel eens. Nou, helemaal mooi. En Auke, ik zou nog één ding van jou willen weten. Want jij bent een echte fan van de basgitaar.
Maar hoe ben jij, want ik heb begrepen dat je op een bijzondere manier aan je eerste basgitaar bent gekomen. Ik zat op de Mulo en twee jongens bij mij op school die hadden al een duootje. En dat was in de tijd dat de Beatles opkwamen en de Rolling Stones en zo. En die waren uiteindelijk een beetje zat om met z'n tweetjes te spelen. Dus die wilden ook net als de Beatles en de Stones een bandje beginnen. En de ene jongen die speelde drums en die zong. En de andere die speelde gitaar en die zong. En er moest natuurlijk een basgitaar minimaal nog bij komen. Dus in de grote schoolvakantie heb ik een basgitaar in elkaar geknutseld. Van de onderdelen die je bij de muziekwinkel kon kopen. Jeetje. En, die body die hebben we bij mijn vader op de fabriek gemaakt. En toen ben ik mee gaan doen. Ik kon nog geen noot spelen. En de gitarist die deed voor wat ik moest doen. En zo zijn we toen gestart. Toen ik 14 was. En welk nummer ga je er nu spelen? Steel Blues, hè? Ja. Steel Blues van de Yardbirds. Ja, hier hou ik die nog even in de camera wij als we gaan beginnen. Kunnen jullie lekker kunnen jullie naar het podium? Naartoe lopen? Kunnen jullie lekker klaar gaan maken? Zo. Nou. De Yardbirds. Ja, de Yardbirds. Is het ook van deze? Nee, dit is niet van deze LP. Oh, dadelijk valt hij eruit. En dit is ook van jouw tijd. Dit is een beetje, het eerste wat ik gekocht heb was nog een LP. Ik ben van voor de CD's. Dus, wat gaan we dan luisteren, Katja? Even kijken of ze klaar zijn. Ze zijn nog, Auke pakt nu zijn gitaar. Het zijn oude lullen, dus het gaat niet zo snel. Denk dat ze er klaar voor zijn. Dus gaat u er, zou ik zeggen, lekker voor zitten, lekker voor staan. Wat u wilt, gewoon lekker in de stemming. Hier is Harry's Oude Lullenband met Yardbirds. Geweldig optreden. Ja, mooi weer. Mannen, komen jullie hier naartoe? Ja, dat waren Charles en Henk krijgen we van nu, hè? Ja, Charles en Henk. Van Harry's Oude Lullenband. Ja. Zo. We gaan eens over de toekomst kletsen. Over de toekomst en inspiratie. Ik ben heel erg benieuwd
Nou ja, nou, het lekkere sound, waar halen ze de inspiratie daarvoor vandaan? Ah, kijk. Kijk, jullie zijn er, snel bij. Pakken jullie ook je microfoon, dan kunnen we jullie ook verstaan. Welkom Charles en Henk. Ja, de thee komt eraan. Dus, nou kijk, dat vind ik wel leuk. Nu hebben we de twee verschillende media hebben naast elkaar liggen. Ja, de cd's. Ja, dat herken jij, hè? Ja. Die herken je ja, nog dit net. Is niet, zeg maar, mijn ding. Nee. En dit herken ik. Herken je. Ja. Maar dit is... Wat is het? Het is zelfs een DVD. Een DVD. Ja. Een DVD? Kijk, een DVD van Harry's Ouwe Lullenband. Een promo-DVD. Oké. Okay. Ja, met 6 nummers erop. En dit is de cd? Dat is onze DVD uit Hommel. Oh, hoeveel dvd's hebben jullie dan? Oh, een Hommelconcert hier. Ja. Vorig jaar, 2 jaar geleden opgenomen. Ja, ja. En dit is uit de lijndraaier. En een lijndraaier, ook een cd. Of een dvd. DVD. Ook allemaal dvd's. Nou, ik zet ze even neer. Ja. Maken we er gewoon reclame van. Dankjewel. Oh, kijk, er wordt goed voor ons gezorgd. Ja. Kijk. Dankjewel. Zo, die zetten we hier neer. Maar voor een band die, 4 jaar actief is... Hebben jullie al flink wat multimedia opgenomen? We zijn echt bezig, bezige bijtjes. We zijn ook bezig met een cd, een dubbel cd. Die nemen we op in een home studio van een vriend van ons. Ja. Dus die zal misschien pakweg april, mei uitkomen. Oké, okay. Zijn jullie al aardig in gevorderd. Ja, de classics nummers zoals we hier spelen hebben we gereed. Dat zijn 15 nummers. Ja. En nu zijn we bezig met de blues. Deel, dus een tweede cd. Dus het wordt een dubbel cd. Een dubbel cd met dus eerst de classics en dan de blues. En de blues. Ja. Geweldig. Ja, toch? Ja. Maar dat is wat jullie ook leuk vinden, waar jullie repertoire uit bestaat. Classic en blues. En blues, ja. Ja. We hadden het net ook ergens over. We hadden het net over Ouwe Lullenband. Is het nou de leden van de band? Zijn dat de Ouwe Lullen of het publiek? Maar het publiek, dat was het niet, hè? Want we hebben een geweldig jong publiek... Gastje, dankjewel. Ja, Jimmy is hier. Jimmy? Ja, ik weet niet of Jimmy met zijn durft. Gitaar. Kan Jimmy erbij komen? Kan Jimmy eens hier komen? Want ik vond het geweldig. Jimmy met zijn gitaar. Ik weet niet of hij er zin in heeft. Nee, Jimmy wil niet, geloof ik. Jimmy. Ah, maar Jimmy. Maar bij opa? Kom maar bij opa. Nee. Als Jimmy niet wil, dan zwaaien we naar Jimmy. Ja, maar dan zien we Jimmy dadelijk wel. Jimmy is een beetje verlegen. Ja, dat is dat is niet helemaal waar, Katja. Want waar. Ik vond net, hij staat gewoon met jullie mee op te trekken. Ja, hij stond ook vooraan toen ik aan het woord was. Hij vindt het prachtig en hij observeert alles. Hij kopieert ook alles. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Daar ben ik benieuwd naar. Hoe is Jimmy bij de band? Ja, door mij eigenlijk. Hè. Ja, want het is jouw kleinzoon. Mijn kleinzoon, ja. Ja, hij is 2. Is 2, ja. En hij is al begonnen met gitaar, hè? Ja. Dus, hij heeft nog hulp van de gitaar zelf, geloof ik. Ja, in dit geval wel. Maar, maar jij gaat hem geloven. Je zei toen straks, volgend jaar dan gaat hij de eerste volgend jaar dan gaan we ermee beginnen. Ja, ga jij hem dan les geven of gaat hij dan bij Harry op les? Nee, bij mij. Bij jou beginnen, ja. Helemaal goed. Want Harry is ongeveer de langslopende gitaarleraar van Vlaardingen, geloof ik. Hè? Ja, ik geloof het wel. Volgens mij, zijn er nog meer mensen die van Harry gitaarles hebben gehad? Ja, kijk, er zijn er meer geweest, zie je. Al meer dan 35 jaar, heb ik begrepen. Ja. Al meer dan 35 jaar. Maar, en jij neemt dus nu lessen bij hem. Ja, dat klopt. Maar je kon het al, inderdaad, toch? Jawel, ik speelde heel lang gitaar, alleen de begeleiding. En ik wilde een beetje solo leren. En dat, daar ben ik mee begonnen, maar mijn sterke punt is tot het begeleiden. En heb je het ooit geleerd ook? Ja, gewoon uit mijn eigen, van mezelf. Uit mijn eigen. En hoe oud was je toen? Zat het er al van jongs af aan? Ik, 10:30, 11:30. Half 11. Is Jimmy er vroeger bij? Ja, dat klopt. Jimmy is erin. Oké, dat wordt Jimmy helemaal. Ik ben een laatbloeier. Helemaal goed. En jij bent de drums. De drums. Ja, de percussie. Percussie. Ja, helemaal los erachter. Zo is het. Lekker. Ja, heerlijk. Mijn lust in mijn leven. Hoe oud was jij toen je ermee begon? Nou, ik liep denk ik met mijn 6e misschien al met mijn trommeltje door de straat. Ja. En zo langzamerhand is het gegroeid op mijn... 12e kocht ik mijn eerste drumstel. Oké. Okay. Van een vriendje uit de straat voor, ik denk, 50 gulden. Ja, het was dikke niks natuurlijk, maar het was wel leuk. En wie inspireert jullie? Want jullie houden beide van dezelfde muziek. Is dat ook dezelfde persoon, artiest? Of? Dat zal een beetje verschillen natuurlijk. Kijk, ik ben drummer, Charles is gitarist. Dus ik kijk toch al veel naar drummers natuurlijk. En als je nou zegt, dat is echt een voorbeeld van me als drummer. Ja, een Nederlandse drummer, Pierre van der Linden. Ooit van Damascus, na de rand van Focus. Heel erg bekend. Ja, dat is een geweldige drummer. En jij, Charles?
Ja, want... Wat was jouw grote voorbeeld, behalve Harry natuurlijk? Ja, ik hou eigenlijk overal van. Als ik in Spanje ben en ik zie dan die flamingo-gitarist, vind ik dat ook prachtig. Oké, ja. Ik ben heel breed. Ja, flamingo, die zijn vingervlug, hè? Die moeten enorm vingervlug zijn. Dat geweldig. Wat heb je thuis meegekregen van muziek? Want als je zo vroeg begint... Helemaal niks. Niks. Dan wil ik zeggen, dan heb je vast en zeker heel veel meegekregen. Nee hoor, mijn vader speelde accordeon en ik kon aardig zingen, maar voor de rest niet. Maar in mijn moeders kant zitten nog wel wat drummers. Oké. Ja. Maar dus, nou, moet het ergens vandaan dus halen. Je moet het ergens vandaan hebben, dus van moeders kant, maar wat verder weg. Was allemaal wat verder weg. Ja. En bij jou? Ja, mijn moeder speelde piano toen en mijn vader een beetje trompet. Ik denk dat de muzikaliteit van hun geërfd heb. Ja. Ja. En jullie zitten beide dus samen in een orkest, toch? Ja, ja, ook met Harry. Hè. Met z'n drieën zitten we met bij z'n drieën. Het orkest. Ja. Dan speelt Harry de bas. Aha. En ik nog steeds de drums. En Charlotte nog steeds de slaggitaar. En dat is ook blues? Nee hoor, dat is orkestmuziek. Dat is een heel... Operette. Oh, echt orkest. Ja, operette, big band-achtige muziek. Ja. Iets heel anders. Heel anders. Dat is heel leuk. Dus even kijken, want even voor mij. Even, jullie hebben de cd staan op de rol. Over een paar maanden is die klaar. Ja. Wat zijn er nog andere plannen? Nou, 3 juli spelen we in Ridderkerk, in een winkelcentrum. En als we nou denken van, nou, we hebben hier vanavond wat geweldigs groot, we willen ze hebben. Hoe kunnen we jullie het makkelijkst bereiken? Nou, via Facebook of onze website. En tik maar Henk Westerdijk in, dan kom je er vanzelf. Dan kom je bij mijn e-mail en gaan we dat doen. Boeken geblazen. Helemaal goed. Ik denk dat tijd wordt voor een derde nummer. Zo is het. Daar hebben we, dus ik ga jullie uitnodigen. Gaan jullie weer lekker. En welk nummer wordt het? Sleepwalk. Gaan jullie lopen gaan jullie naar lekker het podium, naar voren en dan kondigen we jullie aan. Klaarmaken. Zo. Mogen jullie daar je cola op drinken? Ja. en je witte zwarte thee. Zo lekker. Nou, heel leuk allemaal. Leuk zeg. Dames en heren, mag ik een heel groot en warm applaus voor Harry's Ouwe Lullenband met Sleepwalk.
Dankjewel, dankjewel. Harry. Nou, ik zat zo te kijken en te luisteren natuurlijk. En als ik jullie zo zie, het gaat allemaal zo lekker makkelijk, zo soepel. Ja, hè? Spelen het al een tijd. Ja. En het volgende nummer dat jullie gaan spelen, welk nummer is dat? Wat gaan we doen? Je kijkt, zal ik het aan hen vragen? Goldfinger. Goldfinger, ja. James Bond, hè. Je kent het wel. Die ken ik wel, ja. En zou je... Goed zo. In instrumentaal dan natuurlijk, ja. En weet je daar nog meer vanaf? Zou je nog meer over de plaat kunnen vertellen? Of? Nee, voor de rest niet. Goldfinger is Goldfinger. Misschien ook, hè? Shirley Bassey, hè, die zong het. Katja, daar lijkt je een beetje Damascus, op. Die speelde de instrumentale versie. Oké, nou ja, ik moet zeggen, James Bond, Goldfinger. Volgens mij kent iedereen het ook wel. Spreekt het voor zich, toch? Tuurlijk, ja hoor, dat gaat herkend worden. Mensen breken dadelijk de zaal af. Nou, u hoort het. En nou ja, we gaan gewoon lekker luisteren en genieten. Want nou ja, zoals ik al zei, het is echt, als ik jullie hier zo zie zitten, het is echt gewoon lekker op elkaar afgestemd en gewoon lekker geluid. Dus we gaan lekker van jullie genieten. En nog één keer, mochten de mensen jullie willen zien, jullie zijn over, zei je, een aantal weken in winkelcentrum. Zou je het nog een keer kunnen herhalen? Nee hoor, dat is pas in juli. Maar onze optredens worden gewoon via Facebook en onze website vermeld. Dus mensen gaan gewoon naar Harry's Ouwe Lullen Band en zien vanzelf wanneer we optreden. Oké, dankjewel. Nou, jullie horen het. Voor meer informatie kunnen jullie naar de website van Harry's Ouwe Lullen Band. En mag ik nog één keer een heel groot en warm applaus voor Harry's Ouwe Lullen Band met Goldfinger. Ja, dames en heren, dat was Verladingse Glorie Live. Applaus voor Harry's Ouwe Lullen Band. We willen iedereen bedanken van Omroep Vlaardingen, maar ook zeker hier van Hommel. Maar ook Agnes, die iedere keer het openingnummer doet. Geweldige stem. Heel geweldig, heel mooi. Dames en heren, tot de volgende keer en nog een fijne avond. Dag. Tot ziens. Hey, ik heb zin in sushi. Ik ga sushi eten.
Thank you.